hierachter wat plaatjes natuurlijk. We zijn er heel erg blij mee, denk ik, en trots op als gemeentebestuur dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Relatief een hele snelle tijd. Symbolisch ga ik zo meteen een handeling doen met jullie. Jullie zijn al gestart natuurlijk van de zomer met de urgente sanering van de asbest. Maar dit is het formele moment dat we de echte sloop gaan aanvangen van de loodsen met name. Daarbij blijven de historische plekken zoveel mogelijk op behouden. Dat hebben we gezien met dat, hoe heet dat ding, die tegeltjes, dat mooie mozaïek. Tegeltableau. Natuurlijk de klok en ook de spanten krijgen ergens weer een nieuwe bestemming, hopen we ergens in het terrein of ergens in Tiel. Dus dat is mooi. En het staat dus ook symbool, niet alleen de handeling zometeen, maar ook fysiek zometeen als we iets gaan doen voor het nieuwe Tiel. Tiel, wat toen ik 30 jaar geleden in de Betuwe kwam wonen, reek hij ook wel eens langs. En toen was er eigenlijk niet veel meer. Dat was allemaal geweest. Dus de fruitveiling, de metaalwarenfabriek is nog eerder natuurlijk al gestopt. Maar heel veel mensen hebben er hele mooie herinneringen aan. En die herinneringen die proberen weer te koesteren en levend te houden. En tegelijkertijd dus Tiel in een nieuwe fase te brengen, waarbij heel veel mensen heel veel woongenot hier gaan ervaren. Vaak dicht bij hun werk of ze gaan vanuit huis eventueel werken. En ook kunnen recreëren, want er komt ook behoorlijk wat groen nog bij. Dus er wordt een hele mooie wijk voor iedereen wat. Gaat gefaseerd. En we gaan dus ook volgende week starten, begreep ik, met de eerste marketingacties vanuit BPD. Met de mooie banners die er komen. Je hebt natuurlijk hier al het plakkaat hangen van 325 woningen. Maar ook de website wordt geüpgraded met nieuwe informatie die telkens gaat verschijnen. En zeker met Appelpop en met de Fruitcorso, waarbij dit ook als parkeerplaats natuurlijk dient voor een groot deel van de mensen en de bezoekers. En heel veel mensen vanuit de trein en het busstation natuurlijk de stad ingaan. Geeft aan dat Tiel echt in ontwikkeling is. Dus die nieuwe wijk die gaat er komen. Er gaan heel veel mensen plezierig van worden. Tiel is een mooie stad met heel veel historie. Die koesteren we en tegelijkertijd gaan we dus toe naar een nieuwe fase. Waar een terrein waar 20, 30 jaar weinig is gebeurd, echt een nieuwe lift krijgt voor Tiel. Zo uniek gelegen, zo dicht bij het station, tegelijkertijd zo dicht bij de binnenstad met alle voorzieningen. Dus volgens mij een ideale plek om te gaan wonen. En we zetten een mooie koers daarin. We zijn er heel erg blij mee als gemeentebestuur. Mijn voorgangers hebben het in gang gezet en wij mogen het vervolg eraan geven. Maar ook de gemeenteraad, die daar een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. En vaak ook unaniem tot wijziging is gekomen van bestemmingsplannen en dergelijke. En we zitten er ook op koers richting de Raad van State, hopen we te voorkomen. Volgens mij hebben we nog één bezwaarmaker, maar ook daar proberen we uit te komen. Dat we alles op volle koers hebben om Tiel weer nieuwe stappen te zetten in al die ambities die we met elkaar hebben. Heer Dijkstra, goedemiddag. Ik ben blij dat u niet het hele terrein hoeft te slopen. Want het ging even duren. Maar leuk om te zien. U noemde het net al een kleine stap voor de mensen, een grote stap voor Tiel. Ja. Vertel. Nou ja, om dit te mogen doen als wethouder is natuurlijk fantastisch. Je mag iets kapot maken, maar je weet ook gelukkig dat er nieuwe dingen komen. Nieuwe dingen voor Tiel, dus 325 hele mooie huizen en appartementen in Tiel. Vlak bij het stadscentrum, vlak bij het treinstation. Hele mooie nieuwe wijk, het Veilingkwartier. En daar is dit de kick-off van. De sloop is wat naar voren gehaald, hè? Ja. Wat is daar de reden van? Nou, we kwamen erachter dat de asbest zat niet alleen in de daken, wat zo meteen wordt weggehaald, maar ook in de wanden. En op het moment dat je dat weghaalt, het was ook vanwege veiligheid. Er gebeuren dingen die je niet wil op zo'n terrein. Je moet het ook beveiligen. Dan kun je maar beter opruimen. Dus we zijn ook vanwege de volksgezondheid iets eerder gestart van de zomer al. Met de aannemer die het asbest heeft weggehaald. En omdat ze het in de wanden al hebben weggehaald, is het ook wel verstandig om de rest ook zo snel mogelijk te doen. Hoe zeker is het dat de bouw ook werkelijk start? Dat bedoel ik eigenlijk meer met de stijgende huizenprijzen. Vooral met
van nieuwbouwwoningen en het stikstofprobleem. In hoeverre is die procedure? Nou, het is hier ondervangen. We hebben een bestemmingsplan dat is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Er is nog één bezwaar en we zijn met die mensen in overleg. Dus we hopen dat we niet naar de Raad van State hoeven. Voor de rest de bouwkosten die stabiliseren nu. En het mooie hier is dat we niet alleen maar dure woningen hebben, maar ook heel veel middenkoop en sociale huur. Dus die kunnen sowieso gebouwd worden, want de animo naar woningen is enorm. En we bouwen voor de Tielenaren en iedereen die hier een mooi huis wil krijgen. Wij blijven als Regio TV het hele plan volgen, dus we komen af en toe weer terug. Ik wens je veel succes met het project. Dank en blijf het volgen. Zeker.